Als ondernemer vraag je jezelf af en toe af of je wel goed bezig bent. Kan mijn administratie efficiënter, innovatiever? Als je net als Lex geen goed zicht hebt op je administratie, dan hindert je dat bij het ondernemen. Renate bijvoorbeeld heeft het wel goed voor elkaar. Zij laat haar administratie over aan bureau Freecon. Lex heeft geen idee hoe het gaat met zijn bedrijf. Gebruik ik wel alle fiscale voordelen die er zijn en hoe voorkom ik boetes? Lex schrikt telkens weer van een blauwe envelop, terwijl Renate gewoon in control is. Haar cijfers heeft ze inzichtelijk op haar mobiele telefoon. En belastingaanslagen geven dus geen nare verrassingen. Ook heeft ze voldoende tijd voor haar gezin. Dankzij de efficiënte digitale oplossingen die bureau Freecon haar biedt. Iets wat voor Lex en zijn gezin nu niet is weggelegd. Bij bureau Freecon hebben wij uitgebreide fiscale kennis in huis. Deze kennis gebruiken wij om jou verder te helpen en op een manier die iedereen begrijpt. Lex leest een portret over Renate, beschreven door bureau Freecon. Bureau Freecon is een innovatief administratiekantoor en deelt de kennis van ondernemers met toestemming op social media. Lex wordt na het lezen van Renates portret zo enthousiast dat hij besluit een afspraak te maken met bureau Freecon. Hij wordt hartelijk ontvangen en kan zijn verhaal er goed kwijt. Lex blijft Lex, maar kan qua administratie nu leunen op de expertise van bureau Freecon. Dat gaat Lex belasting, boetes en vooral veel tijd schelen. En wie ben jij? Lex of Renate? Twijfel je? Kijk het filmpje dan nog eens. Let op de details en zie jij overeenkomsten tussen jouw situatie en die van Lex? Bel ons dan eens voor een kennismaking. Dan kunnen we samen kijken hoe het anders kan. Succes met je onderneming en tot Renate. Bureau Freecon, omdat het anders kan.